Mijn naam is Nina Beker, ik ben 30 jaar neuropsycholoog en onderzoeker bij het 100PLUS onderzoek in het Alzheimer Centrum Amsterdam. Ik ben onderzoek gaan doen omdat ik het naast werken in de praktijk leuk vond om mij verder te verdiepen in wat dementie inhoudt en hoe we het in de toekomst kunnen voorkomen. Ik heb onderzoek gedaan naar hoe het kan dat sommige mensen extreem oud worden zonder verschijnselen van dementie te ontwikkelen. Ik vond dat sommige 100-jarigen nog goede denkvermogens hebben en ze ook kunnen behouden na verloop van tijd. Desondanks zagen we dat ze wel risicofactoren en veranderingen in de hersenen hadden die passen bij dementie. Mogelijk komt dat omdat zij bijzondere eigenschappen bezitten die hen hiertegen beschermen. Door het verder in kaart te brengen van deze eigenschappen hoop ik dat we in de toekomst kunnen ontdekken wat er allemaal nodig is om zo oud te worden zonder dementie. Meer duidelijkheid hierover kan bijdragen aan de ontwikkeling van interventies om het brein gezond te houden.